ideeën waren ook meteen om buissterkers te gaan bouwen. Ja. En we zijn daarmee, met die ideeën zijn we begonnen in 2004 of 2005. Want jullie kennen elkaar uit van Benjes? Ex-collega's. Ex-collega's? Ja, ja. Ex-collega's. Okay. In? Wat waren jullie toen? Dat was in de elektrosfeer, zeg maar. In de, ja, het bedrijf. Bij een installatiebureau. En jullie dachten, we gaan samen snappen. Ja, we hadden daar allebei niet zo heel erg naar. We waren daar al ontsnapt voordat we samen wat gingen. Ja, ja. Nou, dat was sowieso. Het grapje was altijd van wat hier gebeurt, zeg maar, dat kunnen we zelf beter. Ja. Dat was het grapje. En toen kwam hij op een gegeven moment en ik speelde gitaar, hij speelde gitaar. En ik had een buisversterker, een Marshall. Dus, dat vond hij wel interessant en hij ging dat dus. Hij wilde dat wel eens zien. Ja. En dus ik heb die versterker meegenomen, daarna de zaak, zeg maar. Toen zijn we een keer gaan spelen en zo. En toen is dat een beetje, toen is dat contact ook een beetje gekomen. Eigenlijk via het gitaarspelen en de fascinatie voor buisversterkertechniek. Maar jullie zaten thuis al een beetje te vreubelen zelf met apparatuur. Ja, nou, het begon een beetje van, nou, wel gaaf, ik ga er ook een kopen. Ja. Kunnen we zetten vast. Dus het dus was puur in de hobby-sfeer, zeg maar. En toen, toen zegt hij van, nou, ik ga er zelf een maken. En hij is van huis uit vliegtuigbouwer, zeg maar, grof gezegd. Maar ik ben eigenlijk de elektronicus. En toen zei ik van, nou, dan ga ik je helpen. Niet dat hij hulp nodig had, maar. Dus ik vond het wel leuk, weet je wel. Dus toen zijn we. Uiteindelijk is er helemaal niks van terecht gekomen dat ik ook echt hol op. Want hij is gewoon zelf die versterker in elkaar gaan klooien. En, Het was gewoon leuk. Goed excuus om een biertje te doen. Dat was vaak een biertje doen, zeg maar. En dan even de versterker horen en dan een beetje verbeteren. En, heb je die eerste versterker nog ergens? Ja, die staat nog op zolder. Die staat op zolder. Ja, dat is heel bijzonder. Maar dat is geen kolenelfring eigenlijk. Dat is eigenlijk meer een elfring. We hebben jullie apart echt allebei taken waarin je elkaar aanvult? Of is dat meer een beetje een proces wat samen loopt? We hadden wel een beetje onze eigen taken. Het zit meer in de technische hoek. Meer in de commercieel en meer in de muziekkant. Ja, okay. Maar dat vloeit wel in elkaar over. Ja. En dat proberen we steeds meer te doen, omdat er een niet is, dan kan de ander het overpakken. Dus eigenlijk het puur technische, zeg maar, dus het doorrekenen van de versterker, dat is echt Floris. Ja. Ook het pure tekenen, zeg maar, hij tekent de printplaat, hij maakt het chassis, hij ontwerpt hoe alles wordt in 3D getekend, dus echt elk detail, je kan hem ook echt helemaal in 3D bekijken. En, maar de sound engineering, zeg maar, dus hoe het geluid uiteindelijk wordt, zeg maar, daar heb ik wel een heel. Dat betekent dus gewoon dat ik met de gitaar om mijn nek sta en een soldeerbout in mijn hand. Maar jullie bouwen echt alles vanaf de basis? Wij bouwen, ja, nou ja, goed. Ja, er zijn bijvoorbeeld de chassis van de versterker, zeg maar, dat besteden we uit. Maar het hele ontwerp, zeg maar, echt elk detail wat erin zit, dat is ik kan het zeggen door ons, maar dat heeft Floris dan gedaan. Wat was een van de eerste, wat grotere gitaristen in Nederland die jullie merk omhelst heeft? Ja, ik denk. De eerste? Joop Wolters, denk ik. Dat was de eerste. Dat was de eerste, ja. Dat is natuurlijk een demonstratiegitarist, maar dat is wel iemand in ieder geval waar heel veel mensen naar kijken. Mm-hmm. Volgens mij zat hij bij Gitaar. Ja, hij heeft wel demonstraties gedaan met Colin Elfen en Karsten. Ja. Geloof ik. En Ruben Hoeken, die doet ook heel veel voor ons, zeg maar. Die is heel, die is helemaal lijf van onze Karsten. En die draagt dat ook heel goed uit. Ja. Dus denk ik ook wel qua zeg maar speelstijl. Wel iets wat bij jullie past, een veelzijdige gitarist. Expressief, heel expressief. Dus iemand die heel veel uit zijn spullen weet te halen, maar ook heel veel van zijn spullen vraagt. Ja, ik kende jullie eigenlijk echt puur als kabinetbouwer. Ida hoorde ik dan dat jullie ook versterkers bouwen, maar eigenlijk sinds kort. Is dat echt sinds dit jaar? Of sinds dit jaar, ja. De introductie van de Black Rose, de vroegste signalen, zeg maar, die we op internet echt hebben laten zien, dat was in maart volgens mij. Mm-hmm. Ja, maart. In mei was die te koop volgens mij. En vanaf mei zijn we echt
gaan leveren ook meteen. Want eigenlijk de eerste run die was meteen al verkocht. Mm-hmm. Dus dat was een run van 5 stuks. En daarna, nu zijn we er weer 25 aan het bouwen.